Ja, natuurlijk Fischer hier weer. En vandaag weer een nieuwe Advanced Warfare map pack map. En we gaan als goed spelen op de map Perplex. Ik heb hem al een keertje gespeeld. Ik speel TDM en ik ga even niet kijken naar mijn score. Want ik ga met een ander wapen spelen die ik nog nooit mee gespeeld heb. Tenminste, ik heb er net even mee gespeeld. Maar dan heb je in ieder geval eventjes... heb ik grip unlocked, dus ik heb 10 kills ermee gehaald of zo. Het is een... het is de AOHM, de OHM, ik denk dat je het spreekt, uitspreekt. In ieder geval de Werewolf-klasse, dan is die handling iets makkelijker, geloof ik. Maar het is een hybrid tussen een LMG en een shotgun. Hoe kun je nou een hybrid maken tussen een LMG en een shotgun? Nou, het is gelukt. Ik vind het echt heel erg lastig te gebruiken. En... ja, ik speel natuurlijk allemaal tegen mensen ook die echt heel veel dit gespeeld hebben. Ook op de Xbox One. Ik heb niet veel gespeeld natuurlijk. Dus ja, we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. En ik ga ook niet op de score letten. Let er ook alsjeblieft op. We kijken gewoon lekker naar het wapen. Dat is leuk natuurlijk. We kijken lekker naar de map. Want dat is ook leuk natuurlijk om te zien. En die score, als ik een paar kills maak, is het altijd leuk. Want ik vond het heel erg lastig. Dit is ook een heel lastige map namelijk. Want ik heb deze dus gespeeld dus een keertje op TDM. Ja, dan heb je natuurlijk dat iedereen spawnt overal natuurlijk. Maar bijvoorbeeld op Hardpoint is deze map best wel leuk op een of andere manier. Het zijn allemaal... Je zit hier allemaal op... hoe moet ik het zeggen? Hé? Ik speel hier op een soort van gebouwencomplex. En die gebouwen die verschuiven ook. Sommige. Dus op zich is dat wel grappig bedacht, zou ik zo zeggen. Nou, ik heb geen silencer erop. Dus ik ben gewoon keihard zichtbaar als ik schiet natuurlijk. En je kan dus zo hoor je een geluidje. En dan is hij dus shotgun mode. En dat is zo dus. Dus dat is mooi. En het is op zich wel grappig. Bedacht. Even kijken. Ik vind dat ook... En dan moest ik switchen tussen shotgun en LMG. Om die kill te proberen te maken. En dat ging natuurlijk voor geen meter. Want op zich is dat wel weer leuk bedacht eigenlijk. En we gaan gewoon kijken. Waar zit die? What the fuck man, waar zit hij? Oh. Fuck you! 2-3. We gaan niet zo heel goed trouwens als team zijn. Jezus. Hé? Kingslayer! Oftewel... Hij was MVP en... Oh! En ja, dat is echt zo lastig. En het team gaat ook absoluut niet goed natuurlijk. Maar ja, kan gebeuren. Nogmaals, let niet op mijn scoren. Kijk gewoon lekker naar de map, zou ik zeggen. Het is altijd leuk om zo'n nieuwe map te zien. Oh my god! Oh fuck! Ja. Waarom word ik niet beschermd daar? Jongen, jongen, jongen. En het is ook de enige keer dat ik natuurlijk speel gewoon met zo'n wapen als dit, hè. Enemy bombing run overhead. Bombing run. Ja, jezus mensen. Kan het dan? Ja, 9-1 en C... En hoe heet ik er? 7-1. Waar zat die dan? Nou ja, het zal wel. Even kijken, wanneer gaan die gebouwen nou verschuiven? Dat hoor je dan, dat wordt aangekondigd, zeg maar. Waar dan? Ja, gedash opzij, dat ben je kwijt, hè? Oké. Op Hardpoint is het wel op zich een leuke map, want dan heb je gewoon natuurlijk altijd gewoon punten waar je naartoe moet. En dan heb ik weer zichtbaar op de klote radar. En dan pakken we toch weer een killetje op. Ben ik weer gekild van achteren. En ze zijn gekwit bij me. 4-9 jongens. Oeh. Ik ben ook laag gerankt. Dus wat vind ik van deze map? Nou, ik vind hem persoonlijk de minste van de vier. Om
Omdat al die daken, dat maakt het gewoon irritant natuurlijk. Je bent natuurlijk gewoon, Enemy UAV ja. Online. Je bent ze gewoon snel kwijt gewoon hier. Oké. Wauw, 16! Eentje hebt 0-10 bij ons. Ja, die gaat niet helemaal goed. Laat ik proberen de 10 kills te maken. Ik ben echt. Ik weet niet waar je hier naartoe kan allemaal. Ja, je kunt overal naartoe en dat is eigenlijk een beetje. Dat is eigenlijk een beetje het probleem. Dat is oneerlijk! Twee man. Want je bent al zo snel dood. En dan moet je ook nog. Ja. Ah. Ja, ja, ja. En weer dood. Haha, 8, 12. Ik vind het nog meevallen als ik heel eerlijk ben. Want ja, echt een moeilijke map. Hé, hoe ben ik dat dood dan? Ah, laat maar, ik ga nog eens kijken die killcam. Want de wedstrijd is alweer bijna afgelopen. En... ja, de wedstrijd is echt afgelopen, ja. Maar, oh, ik dan meer. Ja, inderdaad, dumb ass. Ja, we zijn in ieder geval, we hebben in ieder geval verloren. Ja, was niet zo heel goed. 16-1 iemand, ja. Oké. Okay. Helaas. Ik zou zeggen, jongens... Vas-y, Stef. Dit was de tweede map. En ik hoop van jullie duimpje omhoog te krijgen. Ik vind dit zelf niet persoonlijk de leukste map. Maar ja, het is niet anders. Er zit altijd wel een mindere tussen van de vier. Ik zou zeggen, jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En bye bye.